Om te beginnen eventjes het volgende. Maurice, was jij een penalty killer? Ik heb er een heel aantal genomen, maar ook wel een paar gemist. Ik heb er 9 achter elkaar raakgeschoten. Dus dat was toen we kampioen werden met VVV, 7. Jaar daarna in de Eredivisie 2. En uiteindelijk moest ik een penalty nemen tegen Kampuur. Dat was concurrent voor degradatie. En, dat was de nummer 10, zeg maar. Dat was de 10e penalty en die miste ik. En zelfs in de counter maakten zij 1-0. Zij wonnen, zij bleven erin en wij zijn uiteindelijk gedegradeerd. Dus, daarna nooit meer genomen? Daarna nooit meer een penalty genomen, denk ik. Jawel. Het zijn toch kruisjes, hè? Je blijft spitsen. Ja, het zijn toch goals.